allemaal een hele fijne goede dag allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie. Hallo. Was het allemaal even misgegaan zeg? Jeetje mineetje, althans misgegaan. Het was even anders gelopen als dat ik gewend ben. En ja, ik had dus een Vraag Vakantie Vincent opgenomen. En ik zat hem even een beetje terug te kijken. Althans, ik zat een beetje te knippen en te plakken. En toen merkte ik aan mezelf dat ik niet echt heel erg lekker in mijn energie zat. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van het hele verhaal. Dus toen dacht ik bij mezelf, nee. Nee, Vincent. We gaan een nieuwe maken. En dat vond ik best wel kut, want ik voel wel een soort van verantwoordelijkheid ten opzichte van jullie, weet je wel. Want sommige mensen die houden toch rekening met een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie Vincent. Maar ja, soms moet je knopen doorhakken. En dat heb ik gedaan. Dus bij deze, het kost mij een uur van mijn leven, weet je wel. 2 uur eigenlijk, want de vorige keer een uurtje en nu een keer een uurtje. En plus alle voorbereidingen die ik natuurlijk doe. Dus ik ben er weken mee bezig. Dus ja, ik ben echt onwijs bezig met dit hele verhaal. Dus het kost mij zoveel tijd. Maar goed, dat heb ik allemaal graag over voor jullie. Ik ga weer een beetje hard. Ik moet even een beetje gaan vertragen. Vertragen in het hele verhaal. En dan kunnen we aan de slag. Want wat gaan we deze week doen? Ik ga deze week een paar vragen beantwoorden. Joh, Vincent, ga jij vragen beantwoorden? Dat had ik echt niet verwacht bij een vraagvakantie, Vincent. Nee, ik ook niet. Maar goed, ik ga het toch doen. Nee, ik ga de vragen van de week beantwoorden. Althans, ik ga een paar vragen beantwoorden. Want ja, jullie stellen zoveel vragen, die kan ik niet allemaal beantwoorden. Dus zit ik hier nog tot Sint-Jutemus en daar hebben we echt geen zin in. Dus ik ga vragen beantwoorden. Dan hebben we de brief van de week. De brief van de week, hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk die geweldige hoodie om weg te geven. Ja, het gaat eindelijk gebeuren, jongens. De hoodie om weg te geven. En ik heb een nieuwe prijsvraag. Nieuwe prijsvraag heb ik ook. Ja, dan zijn we er eigenlijk wel, of niet? Ik weet het niet. Laten we gewoon beginnen, want des te eerder zijn we klaar. En dan kunnen we andere leuke dingen gaan doen met de kennis die we zojuist hebben opgedaan, of niet. Weet je, neem mee wat je mee wil nemen. Vertragen. We gaan beginnen. Van Lois. Hallo is. Dat is leuk gevonden, zeg. Nee, ik vond het wel echt leuk gevonden. Ik zag op Insta een vraag, Vincent, dus hier ben ik. Moet jij weten. Wat vind jij van het concept een eigen wil? Hoe kijk jij hiernaar? Lieve groets van Lois. Lois, hoe kijk ik hiernaar? Wat vind ik van het concept een eigen wil? Nou, ik vind niks van dingen. Kijk, ergens iets van vinden, dat is in principe nutteloos, weet je wel. Weet je, als er een blaadje van een boom valt, vind jij daar dan wat van? Of valt er gewoon een blaadje van een boom, weet je wel? Of als er een vogel voorbij vliegt, vind jij daar wat van? Ja, behalve dat je het misschien mooi vindt om te zien of zo. Maar is het dan van, nou, ik vind dat echt niet kunnen hoor, dat blaadje van die boom valt. Ga je er druk om maken, dat is een beetje het verhaal. Wat vind ik van het concept een eigen wil? Ik vind daar niks van. Maar daarna stel jij dan de vraag, hoe kijk jij hiernaar? En dat is een hele goede vraag, Lois. Hallo is? Dat is een goede vraag. nou ja, ik heb me er natuurlijk de afgelopen jaren wel mee bezig gehouden. En ik bungel een beetje tussen dan het verhaal, de theorie, dat je hier op aarde komt als ziel. En dat je, voordat je hier op aarde dus komt, van tevoren hebt bepaald wat jij wil leren of ervaren. Dat is dus één theorie. Dat jij als ziel hier bent om bepaalde dingen te leren. En dat jij om die reden naar aarde komt. Dat is een theorie. Maar in boeddhisme, hindoeïsme, dat verhaal, waar ik dan ook mee bezig ben, ben jij hier om te ervaren. Gewoon om te ervaren. Maar goed, dat zou eventueel niet los hoeven te staan van elkaar, weet je wel. Maar goed, een vrije wil. In die theorie dat je hier als ziel komt, is dus eigenlijk al van tevoren bepaald hoe jouw leven gaat lopen. En wat dat aangaat, ja, ik ben niet de algrote superziel, hè? Ergens ook wel, ik ben een stukje daarvan, althans dat denk ik.
Maar die wijsheid heb ik niet in pacht, weet je wel. Dat van tevoren dus is bepaald hoe jouw leven gaat lopen. Zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar je bent hier op aarde en je hebt wel een vrije wil. Weet je, hoe jij er nu bij zit, is het resultaat van alle keuzes die jij hebt gemaakt met die vrije wil. Dat is wat jij nu bent. En die keuzes, weet je, elke dag krijg je motherfucking veel keuzes op jouw pad. En de keuze die jij nu maakt, bepaalt jouw toekomst. Dus, en in het verleden zijn, als je kind zijn sommige keuzes voor jou gemaakt. Hè? Maar nu ben je oud en wijs genoeg om zelf die keuzes te maken. En wat ik tegenwoordig doe, ik probeer in alles wat ik dan ervaar, probeer, vooral als het heftige, soms acteer je gewoon, weet je, dan handel je gewoon. Maar soms gebeuren er dingen van, denk je van, hé, dan ontstaat er frictie of heftige emoties of weet ik veel wat allemaal. En dan is het de kunst om even bij jezelf te denken van, oké, ik ervaar nu dit. He, ik voel dit. Om dan even eruit te stappen uit de situatie. En dan daar een beetje over na te denken. En heel bewust een keuze te gaan maken hierin. En dat moet je eigenlijk sowieso, althans je mag je doen. Kijk, heel vaak acteren wij vanuit oude conditioneringen. Of althans uit conditioneringen die we hebben ervaren als oude. He? Als de oude Vincent, laat ik het nu even van mezelf trekken. Maar is dat dan de juiste keuze om gelijk in die conditioneringen en juist gelijk in die patronen te gaan schieten? Ga je vanuit daar sowieso vanuit heftige emoties of weet ik veel wat allemaal, daaruit een keuze te maken of gelijk een keuze te maken zonder na te denken, gaat dat het gewenste resultaat opleveren voor nu? En sowieso, en waarom? Kies je ergens voor. Dus het is dan de kunst om even een stapje terug te nemen, de situatie te bekijken, even te overdenken. Oké, als ik dit nu doe, wat zijn dan de mogelijke uitkomsten van deze keuze? Hè? En soms krijg je een kwestie, laten we het kwestie noemen, een kwestie voor je neus gebonjourd. En zijn we heel vaak geneigd, stel je hebt de kans om een lekker wijf te palen. Hè? Maar het is niet, laat maar zeggen, een wijf waarvan je denkt van, dit voelt goed. Dus, weet je, vroeger paalde ik alles om het palen. Maar ja, levert dat uiteindelijk ook op waar ik zin in heb. Want meestal als je een wijf paalt, komt er een hoop gezeik bij kijken. En vooral als het niet vanuit het hart is, maar vanuit het hier, weet je wel. Weet je, welke intentie heb je bij de keuze die je maakt? Het is alles bepalend. De intentie, kijk, je kan een wijf zoenen omdat je er wil palen. Of je kan een wijf zoenen omdat je echt van haar houdt. Kijk, de actie is hetzelfde, maar de uitkomst die is zoveel malen anders. Dus levert het echt op? Is de keuze die je nu maakt in harmonie met wat je uiteindelijk wil? Hè? We worden in dit systeem heel veel gedwongen om een beroepskeuze, hè, of om een studie te gaan kiezen. En vaak is daar enige druk mee gepaard. We krijgen niet onwijs veel de tijd om daarover na te denken. Hè? Veelal. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar we worden op een bepaalde manier gestuurd. En die keuzes die zijn ook vaak nogal beperkt. Hè? Maar ja, als jij voelt, dit wil ik heel graag. Stel, jij wil graag gitarist worden. En jouw ouders die zeggen van, nou weet je wat, ga eerst maar even je studie afmaken. En dan doe je dat gitaarspelen lekker on the side, weet je wel. Je kent het verhaal wel. En dan kan je daarna altijd nog gitarist worden. Maar over het algemeen word je, als je gaat studeren, meegezogen in een verhaal. En hoeveel tijd heb je dan, weet je, nog om de gitaar te spelen? Is de keuze die je maakt in harmonie met wat je uiteindelijk wil? Dat zou je af moeten vragen, of voelt het goed voor mijn zijn? Ja? En wat, laat je keuzes niet door anderen bepalen.
Hè? Door je omgeving, het systeem, of je ouders, of je vrienden. Nee, jij. Jij bent hier. Het is jouw keuze. Dus voel gewoon voor jezelf. Laat je geen druk opleggen door de ander. Weet je, als jouw vrienden, je vrienden of omgeving of weet ik veel wat, als die jou belachelijk maken of jou een bepaalde kant op willen duwen, terwijl je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt, zijn er, jeetje, zijn het dan wel de mensen met wie jij om hoort te gaan op dat moment op jouw pad, weet je wel? Ik weet het niet. Ik vraag het me af, weet je wel. En niks doen ergens in een situatie is ook een keuze. Niet reageren, niet acteren op bepaalde situaties die jij krijgt voorgeschoten in je leven. Maar goed, door niet te acteren bestaat er weer een kans dat anderen een keuze voor je maken. Weet je, er is zoveel om over na te denken eigenlijk, bij alles wat je op je af krijgt gevuurd in dit bestaan. Voordat je ergens op reageert. En ja, we kennen allemaal wel het verhaal van de Boeddha, die ergens op een berg zit de hele dag te mediteren. En die eigenlijk alleen maar alles aan zich voorbij laat gaan als één grote stroom ervaringen. Nou zitten de meeste van ons niet in een verhaal dat wij de hele dag op een berg kunnen gaan zitten te genieten van alle mooie ervaringen die voorbij komen. Maar ja, wees bewust van weet je, wij zitten in een systeem van jagen, gaan. Soms krijgen we geen eens de tijd om erover na te denken, om die keuze te maken. Maar dan nogmaals, probeer gewoon even tot 10 te tellen. Probeer een nachtje erover te slapen, weet je. Wij zijn een constante stroom van transformatie. Waar ik gisteren zo over dacht, vandaag sta ik er misschien heel anders in, weet je wel. Evolutie heet dat. Dus ja, we leren elke dag meer. En daarom zijn we morgen een heel andere Vincent, althans jullie niet, ik ben een andere Vincent dan ik gisteren was. Voor zover ik al een Vincent ben, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dus probeer in alles gewoon, kijk, soms moet je gelijk reageren. Kijk, ik noem altijd, als je op een ravijn afloopt, dan is het handig om even bij jezelf na te denken, oké, ik ga de andere kant op. En niet door te lopen of van, joh, ik wacht wel even 10 tellen en ik loop gewoon vrolijk door. Niet handig. Maar er is een verschil tussen keuzes maken vanuit hier en keuzes maken vanuit hier. En dit is handig om na te gaan welke eventuele gevolgen een bepaalde keuze kan hebben. Maar meestal vertelt dit wel gelijk hoe je in een bepaalde situatie staat. Ja, dus weet je wat? De keuze is aan jou. Maar goed, wat heeft dat dan te maken, hè? En angst. Laat je niet leiden door angst. Weet je wel. Angst is een slechte raadgever. Totaal geen nut. Weet je. Dan kom ik weer bij het verhaal dat we hier misschien zijn om te leren op aarde. Soms ben je bang om een bepaalde keuze te maken. Maar soms, weet je, het leven. Je krijgt de hele dag, elke dag, elke seconde van de dag krijg jij lessen van het universum. En soms zijn we bang om een bepaalde keuze te maken, omdat we bang zijn voor confrontatie bijvoorbeeld. Maar misschien moeten we juist die keuze maken, want daar leren we dan van. En dan krijgen we ons volgende lesje voorgeschoteld, weet je wel. Maar ook in die, weet je, weeg af. Overdenk en bepaal voor jezelf met welke intentie je welke keuze gaat maken. En ja, in hoeverre die vrije wil dan losstaat van jouw vooraf geplande pad, jouw zielsmissie, geen idee. Het zou kunnen dat jouw pad van tevoren is bepaald, maar het zou ook kunnen dat jouw pad van tevoren is bepaald als jij de juiste keuzes maakt.
Maar goed, ik denk dat hele ziel op aarde komen verhaal, ik denk dat daar best wel wat in zit. Want ja, waarom zouden we hier anders zijn, weet je wel? Het hele leven is één grote stroom van evolutie. Dus ja, en wij leren er constant. Dus er zit wel een kern van logica in dat jij hier komt om het een en het ander te leren. Maar dan nog heb je die vrije wil. Jezus, wat een lang verhaal. Dus dat, Lois. Ik hoop dat ik jouw vraag enigszins beantwoord heb. Mocht dat niet zo zijn, stel gerust een vervolgvraag. Hè? Ook dat is een keuze. En of jij die al dan te niet gaat maken, dat moet jij lekker weten. Hallo, Lois. Een hele goede hallo, Vincent. Jij ook een hele goede hallo, Vincent. Hoe gaat het met jou? Nou ja, prima. Het gaat. Het is. Ik vind het allemaal goed. Mijn vraag was, is denk ik, jouw vraag is, nou ja, althans, het was, tegen die tijd, toen jij hem schreef, was, is het jouw vraag, maar nu was het jouw vraag. Mijn antwoord is, dus is nog niet, ga eerst de vraag voorlezen. En die ga ik even anders voorlezen dan jij hem hebt gesteld, want ik sta al behoorlijk op de radar, doordat ik mij heb uitgesproken over wat er nu gaande is in de wereld. En dan zitten jullie, ja, maar ja, jij vindt toch nergens wat van. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ook ik ben geconditioneerd. We zijn allemaal 100% geconditioneerd. En ik ben nog niet zo ver in mijn zelfrealisatie als godheid zijnde, dat ik dit maar allemaal voorbij kan laten gaan zonder daar op te reageren of acteren of weet ik veel, want het is natuurlijk een grote bullshitparade, hè, waar we in zitten. En we hebben ook nog een toekomstige generaties om mee rekening te houden. Dus wat dat aangaat, vind ik er wat van. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar goed, hij vraagt dus, wat vind jij van het hele piep-piep-piep gebeuren? Piep-piep-piep-plicht, et cetera. Plicht, et cetera. En dan denk ik wel dat jullie weten waar het over gaat. Ja, wat vind ik daarvan? Jeetje, ik heb me vooral het eerste jaar behoorlijk uitgesproken in deze. Ik ben ook naar verschillende manifestaties geweest tegen het hele gebeuren. Ik ben ergens vorig jaar januari, na de eerste bijeenkomst ergens in Amsterdam, ben ik met de tering geschrokken van wat ik daar zag. En toen heb ik besloten om me er niet meer zoveel tegen af te zetten. Want als je in de anti-beweging gaat, geef je alsnog energie aan het hele verhaal. Weet je, wij zijn allen energie. Wij zijn alle trilling. Vibratie. Hè? Alleen op een andere dichtheid samengepakt. Alles is energie en vibratie. Dus als ik in de anti-beweging ga, geef ik alsnog mijn energie aan hetgeen waar ik geen zin in heb. Maar het feit dat ik me er niet meer al te erg tegen verzet, betekent niet dat ik het er niet mee eens ben. Kijk, ik ga dat ding nooit halen. Dat was vanaf dag 2 al duidelijk voor mij. Toen bleek dat het verhaal niet het verhaal was. Het bleek te zijn als dat ze het verhaal vertelden als dat het was. Weet je wel, en iedereen die een paar ogen in zijn doppen heeft, in zijn hoofd heeft, een paar doppen in zijn hoofd heeft, sorry. Die merkt zelf wel dat het verhaal niet is wat ze zeggen dat het is. En dat hier hele andere krachten aan het werk zijn. En dat ze de wereld een bepaalde kant op willen hebben. En dat is niet de kant waarop ik de wereld wil hebben. Weet je wel. Ik heb een veel leukere wereld voor ogen. Maar dit verhaal, dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik stap heel even hieruit om even mijn kijk hierop te kijken. Volgens heel veel oude religies, profetieën, voorspellingen, zitten wij nu in een overgangstijd. Nou, je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat dat inderdaad zo is. Want de wereld die staat behoorlijk op een kruispunt in dit verhaal. Maar goed, we zitten in een overgangstijd. Je hebt binnen het hindoeïsme heb je ook
Volgens het hindoeïsme is de materiële dimensie, de materiële werkelijkheid, is de laagste vorm van zijn die er bestaat. En na al mijn werk met de planten en de medicijnen, kan ik je inderdaad verzekeren dat dat de laagste vorm van zijn is die er is. En kun je nagaan, hè, als je kijkt naar een mooie bloem, of hoe mooi de aarde al kan zijn, hè, dan heb ik het veel over de natuur, over de mens, mooie vrouwen of weet ik veel wat allemaal. En als je dan kijkt hoe geniaal een bloem, weet je, als je biologie MAVO niveau, als je al ziet hoe geniaal een bloem, een plant of gewoon de aarde in elkaar zit en dat het één groot geheel is. En als dat al de laagste vorm van zijn is, kan je nagaan hoe fucking mooi die andere dimensies dan zijn. En ik kan het weten, want ik ben er geweest. Maar goed, zo probeer ik het dan altijd een beetje omschrijven. En het is, weet je, het is zo fucking mooi en geniaal. Geen woorden. Laat ik ook geen woorden aan vuil maken. Dus als dit al de laagste vorm van zijn is. En dan heb je natuurlijk bepaalde cycli. Waar een mensheid of een beschaving of de aarde doorheen gaat. Hè? En volgens de Maya's is dat een cyclus van 25.600 jaar. En aan het eind van zo'n cyclus bevindt de mensheid of een beschaving bevindt zich echt aan de lowest point van rock bottom, weet je wel, echt, dan hebben we het echt behoorlijk verneukt aan het eind van die 25.600 jaar. En in mijn optiek zitten we daar nu. Ik bedoel, kijk om je heen, alles is gebaseerd op ego, hebzucht, materie. De zeeën zijn het teringzooitje. We gaan met fucking respectloos met de aarde om, met alles wat wij hebben gekregen, weet je, moeder aarde, die draagt ons, die voedt ons, reinigt ons, weet ik veel wat allemaal, kijk hoe we met haar omgaan, weet je, onze eigen goddelijkheid, kijk waar we nou rondlopen, het lijkt wel een fucking zombie-apocalypse, iedereen is behoorlijk de weg kwijt, denk ik zo. Nou vind ik dat eigenlijk al sinds ik bewust ben, hoor, dat ik om me heen kijk en dat ik denk van wat voor gekkenhuis ben ik beland. Maar goed, als je niet uitkijkt word je meegezogen in dat gekkenhuis en dan word je een soort hersendode, SBSS kijkende halfmogol. En pas maar op, dat wil je echt niet. Maar goed, hoe kijk ik er tegenaan? Om even terug te komen op dat van, weet je, en alle oude geloven en religies die komen neer op dit punt. Kijk, we zitten nu eigenlijk in een soort globale ayahuasca-ceremonie. Wat ayahuasca doet, weet je, die geeft jou de kans om te helen. Maar daarvoor moeten we eerst onszelf eens even flink in de spiegel bekijken. Hè? En als je dat hebt gedaan, dan heb jij de kans om daar wat aan te doen. De keuze om daar wat mee te doen. Om wat je geleerd hebt te integreren in je verhaal. Wat er nu gebeurt, ja, we hebben het met z'n allen gecreëerd, weet je wel. We hebben bepaalde krachten op aarde heel veel macht gegeven door maar erachter aan te huppelen. Er zijn een aantal die vanaf de jaren 70 tot en met nu heel veel geld hebben verdiend aan de commercie en weet ik veel wat. En met dat geld ging een hoop macht gepaard. En de mensen die heel veel geld hebben, ja, die hebben een bepaalde vorm van macht. Want die hebben heel veel middelen. Het is geen macht, sorry, middelen. Die hebben heel veel middelen om het leven naar hun hand te zetten. Maar uiteindelijk, de macht ligt bij jezelf. Hè? Als jij nee zegt, is het nee. En in principe heeft niemand macht over jou. Dat doen ze je graag geloven. Kijk, ook binnen dit verhaal, twee idioten die gillen wat. En ja, als iedereen er maar vrolijk achteraan huppelt, ja, dan geef jij hun die macht. Je geeft ze de macht. Ze hebben die macht niet. Terwijl als wij met z'n allen zeggen, zoek het maar lekker uit.
is het verhaal over. En het verbaast me nog steeds hoe makkelijk... hoe makkelijk heel veel hierin meegaan. Net als met dat... met de streepjescode gebeuren, laten we het zo maar noemen. Ik zat dit weekend weer in een lendel. En ik was de enige binnen het gezelschap waarmee ik was. Nee, niet de enige. Een van de weinigen zonder streepjescode. En, maar goed, iedereen doet er maar vrolijk aan mee. Hè? En dan komt het bij jullie neer. Want ik weet, ik ken mijn doelgroep een beetje. En dat zijn vooral de jeugd. En... als dit niet goed voelt voor jou, want dat is, weet je, als jij de hele dag met zo'n ding op je bek rond wil lopen en je helemaal plat te laten plombloem. Ja, prima, is jouw keuze, maar ik kan mij niet, weet je, bij mij in de winkel, ik ben vanaf het begin af aan ben ik gaan polsen en in het begin was 5% zat op mijn vibe. En nu is het denk ik tussen de 60 en de 80% gemiddeld die het allemaal maar een grote berg met tering onzin vindt. Nou ja, als jij het een berg met tering onzin vindt, ja, ik ga niet mee in tering onzin, weet je wel. Ik hou van onzin praten om te lachen. Maar ik ga, weet je, als jij een bak met bullshit over mij heen uitstort, ja, sorry, ik kan daar niet in meegaan, weet je wel. Dat is tegen alles wat ik ben. Weet je, daarbij druist het in tegen alle universele waarden die een ziel heeft. Dus ja, ik ga er niet aan mee. Je kan de tyfus genieten, met alle respect. Je kan met alle respect de tyfus genieten, maar ik doe er niet aan mee. En die keuze, komen we weer bij keuze, die keuze heeft iedereen. Door er wel of niet in mee te gaan. En ik snap dat het heel erg moeilijk is hoor. En sommige mensen die zitten echt heel erg vastgeroest in het verhaal. Weet je, mijn moedertje, die er helaas niet meer is, die zat hier met een laptop met MSN-nieuws. Daar lag de Telegraaf en daar hing een televisie waar Jinek bullshit in de hoofd liep te vibreren. Plus dat ze al 60 jaar gewend was dat het nieuws en de tv dat de waarheid vertelde. En dat de mensen die het zo goed met ons voor hebben, dan het ook echt daadwerkelijk goed met ons voor zouden hebben. Daar is zij mee opgegroeid en daar heeft ze 60 jaar mee geleefd met dat idee. Dus ja, probeer dat maar eens even. Het valt niet uit iemands hoofd te praten. Iemand moet dat zelf ervaren. Weet je wel, ik ben ook gebreineukt geweest, weet je wel. Heel kort verhaaltje. Ik was een jaar of 20, denk ik. Ergens in de 20. En ik zat natuurlijk best wel in de hardcore. En op een gegeven moment ging de hardcore zogenaamd dood. En dat was ergens een hele mooie tijd. Want toen bleef alleen de mensen over die echt van die muziek hielden. En ook onder artiesten gingen alleen de mensen door die echt van die muziek hielden. En toen had je de mooiste muziek. Vanaf de jaren 99 tot en met 2002, zoiets. Want toen begon het alweer natuurlijk populair te raken. Want het is natuurlijk fucking coole muziek. Maar dat was een hele mooie tijd. Maar goed, onder degene die... overbleven, waren heel veel skinheads. Althans, die kleden zich als skinheads. Nou was ik zelf niet echt een skinhead. Maar goed, je laat je toch een beetje mee. Plus dat rond die tijd begon Pim Fortuyn op te komen. En daarna kwam Wilders. En ik was altijd heel erg boos op de wereld. Ik was in die tijd boos op de wereld. Want ja, vanaf dat ik bewust was, vroeg ik me af, wat is dit voor gekheid? Nou, dan word je wat ouder en dan merk je dat alles alleen maar om geld gaat, macht, dat soort bullshit. Ik noem altijd maar het voorbeeld van, ja, weet je, in Afrika liggen ze dood te gaan van honger. En hier proppen wij ons gezicht vol met hamburgers, hamburgerwedstrijden. Het kwam niet bij elkaar in mijn hoofd. Plus oorlog, honger, tyfus, aids, de hele teringzooi. Dus op een gegeven moment... Ik dacht van, joh, wat is dit voor wereld, joh, en wat maakt het ook allemaal uit? En ik had een bepaalde vorm van boosheid in me en ik was op zoek naar een vijand. Maar ik zat natuurlijk in het verhaal van dat het systeem dan wel voor jou zou zorgen en dat we het allemaal wel goed voor elkaar hadden hier. En plus het feit dat ik mij bevond in een best wel harde omgeving... waar heel veel skinheads rondliepen. Nou ben ik nooit racistisch geweest. En
ik ging daar dan ook niet in mee. Maar op een gegeven moment, nou, Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn bracht het een beetje anders. Die zei, joh, weet je, iedereen hier is prima, maar doe wel een beetje normaal. En op een gegeven moment werd het gelegitimeerd in dat verhaal om een bepaalde groep mensen als vijand te ervaren. En voor mij kwam het best wel mooi uit, want ja, eigenlijk kreeg ik een vijand voorgeschoteld op een presenteerblaadje. Nou, natuurlijk had je toen ondertussen ook die twee torens die elkaar flikkerden. Plus dat mainstream verhaal erbij. Dus ja, nou, kijk eens, hier heb je een vijand, weet je wel. En ik liet me daar een beetje in meeslepen. Niet volledig hoor, maar wel een beetje. En het was ook wel een beetje stoer om daar mee te gaan. En ik zal nooit vergeten, ik zat bij een van mijn beste vrienden, al dan teniet mijn beste vriend, in een anti-kraak. Die jongen die zat toen al in de psychedelic scene, in die hoek. Ik zat in een anti-kraakpand in Amsterdam, in een joert. Ik zat met hem mosselen te eten. En we liepen te babbelen. En op een gegeven moment begon ik mijn Wilders verhaal op te braken. Ja, die luiers, en moet je kijken, en alles gaat naar de kloten, en dat is hun schuld. En, weet je, de Nederlands voor de Nederlanders, bla bla bla. Maar wat zo mooi is aan hem, hij liet mij gewoon uitpraten. Hij luisterde naar mijn verhaal, dit en dat, en oké, dit en dat. Zo. En ik was klaar met mijn verhaaltje, en hij zei, ja maar Finn, is dit nou je eigen mening? Of, want hij kende me natuurlijk helemaal niet zo. Hij wist ook al, die wist al langer waar ik in zat. Hij zei, maar is dit nou je eigen mening? Of, vertel. En ik zei van, ja hoor, ja, dit, nee, dit en dat. Hij zei, maar zijn er dan ooit dingen die zijn voorgevallen waardoor jij zo in het verhaal staat? Weet je, heb je last gehad van die mensen? Of dit of dat? Ik zei van, nee, maar je weet toch. En toen kwam ik weer met de criminaliteit, zei ze, weet je wel. Gewoon het hele, dat hele riedeltje wat altijd wordt afgedraaid. En zei, ja, maar Finn, ik weet niet of je het door hebt, maar je bent gewoon de Telegraaf aan het herkauwen. Nou, en toen kreeg ik toch wel een klap in mijn bek. Want ja, dat was precies wat er aan de hand was, weet je wel. Ik liep daar. Dus toen, dat was even een klapje van de molen, waardoor ik, dat heeft me wel behoorlijk geholpen om uit dat verhaal te stappen. En daarbij, die gast, die is half Antilliaans, half Indonesisch. Dus ja, waar hebben we het over? Finn, waar de fuck was jij mee bezig toen? Maar goed, ik heb het mogen ervaren. Ik heb het mogen leven. En ik heb gelukkig die klap in mijn bek gehad. Goed, lang verhaal. Wat er nu gaande is, is echt één grote mindfuck. Een global mindfuck. Een universele mindfuck. Maar jij kan iemand anders niet uit dat verhaal halen. Door jouw waarheid maar op te brengen. Het enige wat je kan doen is praten. Je hart openstellen voor diegene. Want diegene, die mensen die dit verhaal geloven. En misschien zit ik er wel helemaal naast. Maar die zitten best wel in een soort angstpsychose. Probeer ze daar maar eens uit te halen. Maar goed. Nog even terugkomend op. Ik was dus naar Amsterdam geweest, koffie gaan drinken. En toen kwam ik bij mijn moeder thuis. En dit is wel gerelateerd aan het verhaal dat ik net vertelde. We hadden afgesproken om het er niet meer over te hebben. Weet je, jij hebt jouw waarheid, jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Maar op een gegeven moment stelde ik haar een vraag. En ik merkte dat ze een beetje in de war raakte. En kijk, dat kan je wel doen, weet je. Stel dat jouw ouders in het verhaal zitten en jij bent er nu in. Je kan vragen, je kan praten, je kan vragen stellen. Je kan je gevoel delen met ze. Van, joh, papa, mam, ik weet het verder niet. Maar dit is niet een wereld waar ik in wil leven. Weet je, praat gewoon met ze. En vind elkaar in de dingen die je verbindt. En niet in de dingen die je... En ik weet zeker dat de 70-80% is er niet mee eens. Ja, waarom ga je er dan in mee? Weet je, stel dat je ouders die hebben een lendel. Laten we dat maar als voorbeeld nemen. Ga gewoon naar ze toe en zeg gewoon, heel pap, mam, ik weet het verder niet, maar ik wil niet dat mijn kinderen, jouw kleinkinderen, opgroeien in een wereld waar je een streepjescode nodig hebben om godverdomme uit eten te kunnen gaan of even te kunnen gaan zwemmen.
Weet je, iedereen ging zwemmen dit weekend. En ik ben redelijk oké met het verhaal van, nou, als het zo loopt. Ik heb mijn principes en ik heb mijn keuze gemaakt. Maar ja, toen iedereen ging zwemmen, hè, met mijn kinderen, toen vond ik dat toch niet leuk. Want ik had ook graag willen gaan zwemmen. Weet je, ik had ook dat uurtje. Maar ja, als ik die keuze niet maak, net als jullie, ik weet dat jullie zijn strijders, jullie zijn lichtwerkers. Anders zitten jullie niet naar mij te kijken. Wij moeten het gaan, als wij het niet doen, wie doet het dan wel? Weet je, denk je dat die backpamper zombies, denk je dat die het voor ons gaan doen? Nee, wij moeten het doen. En we moeten het niet gaan doen met geweld. We moeten het niet gaan doen door heel hard op onze eigen verhaallijn te gaan stampen. Nee, we moeten elkaar gaan vinden. Met elkaar gaan praten. Zeg, joh, papa, mam. Dit is niet de wereld waarin ik wil leven. Dit is niet de wereld. Weet je, moet dit nou echt, weet je. En ook je vader en moeder hebben een keuze. Door hier, iedereen heeft een keuze. Gaan we hier wel in mee, gaan we hier niet in mee. En dat is nu, dat is de keuze waarop de mensheid, waarin de mensheid, die gaat nu haar toekomst bepalen. Maar goed, uiteindelijk wint het licht toch altijd. Waar maken we ons druk om? Maar we moeten wel gaan acteren nu. Weet je? Kom op, man. Het kan toch niet dat iemand, dat je mensen gaat uitsluiten. Dat je mensen gaat dwingen om bepaalde dingen in hun lichaam te stoppen. Doe even normaal. Het gaat niet worden. Dat gaan we niet doen. Dus ja, hoe sta ik? Ik sta er een beetje zo in. Grote vriend. Oh, ik heb je naam er niet bij gezet. Mijn excuses. Ik hoop dat ik je vraag een beetje beantwoord heb. Zo niet, stel een vervolgvraag. Hoi Vincent, ik heb best een serieuze vraag. Ja, dan mag ik godverdomme hopen dat jij een serieuze vraag hebt, gek! Nee hoor. Ha, zo'n geintje. Dat doe ik om het even wat spannender te maken. Dat jullie even denken van, oh, daar gebeurt er wat. Hoi Vincent, ik heb een best een serieuze vraag. Hopelijk wil je daar antwoord op geven. Nou, dat zien we dan wel weer of ik daar antwoord op wil geven. Ik ben 21 jaar, ik maak me best zorgen om wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. Dat maken we ons allemaal. Maar geen nood, want je hebt het net gehoord, het licht wint uiteindelijk toch altijd. Niet het hele piepgezeur waar we nu in zitten, maar ook over de klimaatverandering. Er zijn bijvoorbeeld wetenschappers die beweren dat we ons midden in een mass extinction event bevinden. Maar ja, er zijn ook wetenschappers die het tegenovergestelde beweren. Dus ja, ik maak me dus echt zorgen om de wereld eruit te gaan zien. Ik maak me dus echt zorgen om hoe de wereld eruit gaat zien en hoe we deze aarde achterlaten met z'n allen. En dat is een goed ding dat jij je daar zorgen over maakt. Althans, zorgen hoef je niet te maken. Dat heeft geen nut, want jouw gedachten bepalen hoe jij gaat reageren op bepaalde situaties en die bepalen jouw toekomst. Maak je geen zorgen. Bepaal gewoon voor jezelf in wat voor wereld jij wil leven en ga daar naar acteren. En daar kom ik later nog op terug. Hallo. Daarom twijfel ik zelf eens of ik kinderen op deze wereld wil zetten. Heb jij hier ook wel eens last van? En wat doe je daartegen? Hopelijk wil je hier iets over vertellen. Moet ik weten. Groetjes Lars. Nou Lars, kijk, dat we ons midden in een mass extinction event bevinden, zou kunnen. Maar of dat door het klimaat gebeurt, of door moeder aarde zelf, of door zou kunnen, ik weet het niet. De aarde is wel bezig met een grote purge van alles wat niet in resonantie is met haar goddelijke zijn. Maar goed, dat je daar zorgen over maakt. Ja, prima. Maar doe er dan wat aan, weet je wel. Maar het is goed dat jij je zorgen om maakt. Blij dat er mensen zijn die zich zorgen om maken. En ik weet dat er heel veel jongeren zijn die zich daar zorgen om maken. Dus jongens, kom op, samenkomen. En ook al zijn het maar hele kleine dingen, weet je wat. Ik woon in een straat en de teringzooi ligt op straat. Dus ja, ik heb me een paar keer bezig gehouden door mijn straatje schoon te vegen. En dan kan je denken, ja, dat heeft geen nut. Ik ben maar, net als in dat andere verhaal, ik hoor heel vaak, ja, maar ik ben maar alleen en wij kunnen toch niks doen. En wie ben ik nou? Nee, je weet niet half hoe krachtig je bent. Het is een druppeltje in de vijver. We kennen allemaal die kringetjes door me heen. Dat is hoe het universum werkt. Elke stap is er één. En een goede daad gaat zoveel verder dan. Je kan ook de hele dag ervoor kiezen om op de bank te gaan liggen en het allemaal maar zo kut te vinden. Ja, en dan? Wat gaat er gebeuren dan? Dan gaat er niks gebeuren. Dan wordt de keuze voor jou gemaakt. Weet je, als er teringzooi op straat ligt,
Je hebt even niks te doen met je vrienden. Zeg, joh, zullen we die straat even opruimen met z'n allen? En dat wordt gezien door andere mensen. Die denken misschien ook, nou inderdaad. Misschien moet ik ook eens even mijn steentje bijdragen. Weet je, net als nu. Tegenwoordig. Weet je, zeg gewoon van, oké, dit is het probleem. Weet je, er lopen zoveel mensen rond die echt geen idee hebben wat ze hier op aarde aan het doen zijn. En die maar meegaan in dat systeem van 5 dagen per week werken. En jezelf de tering consumeren en weet ik veel wat. En als een zombie op de bank ligt naar Linda de Mol ligt te staren. Hebben we daar wat aan? Nee, daar hebben we niks aan. Als er gewoon iemand is die zegt van, jongens, we hebben er een teringzaadje van gemaakt. Laten we corvée-diensten gaan maken. De een gaat de straten schoonmaken, de ander gaat de zeeën leegtrekken. We zetten een denkgroepje op het energievoorraadprobleem. Hoe gaan we een mooie wereld creëren met z'n allen? En ik weet zeker dat 80-90% wel zoiets heeft van, ja, daar wil ik wel aan meewerken, weet je wel. Daar hoef je echt niemand voor te pushen of te doen. En dan, als je dan met z'n allen daarmee bezig bent, wordt het nog gezellig ook. Bouw je af en toe een feestje. Woep, woep, woep. Gezellig, weet je wel. Hoe kom ik hierbij? Dus dat. En ja, ik snap ook wel. Ik wilde ook geen kinderen op deze wereld zetten. Maar die zijn me best wel overkomen. Door God gezonden. En ja, misschien zijn wij dan juist degene die wel kinderen op deze wereld moeten zetten. Want als de engnekken alleen maar kinderen op deze wereld pleuren, ja. Wordt het niet onwijs gezellig, denk ik. Maar goed, ik maak me ook wel eens druk, weet je wel, van Jezus. Maar goed, probeer er wat aan te doen. Weet je, schijn je licht. Hè? Dat is het enige wat jij kan doen. Be the change you wish to see in the world. En ja, Gandhi was dat, geloof ik, die dat zei. Nou, moet Gandhi lekker weten. Maar goed, ja, dat is wat jij kan doen. En ja, ook al zitten we in een mass extinction event, moet je daar zorgen over maken of moet je het gewoon lekker ervaren? Weet je, het is toch fucking mooi om dit mee te maken. Ergens, weet je, het is heftig, maar het is ook heel mooi. Daarvoor zijn er nu zoveel zielen op aarde, die wilden dit allemaal meemaken. Maar goed, ja. Kom ik zo bij, weet je, als dit je laatste dag op aarde is, heeft het dan nut om jou druk te maken? Of ga je jouw licht laten schijnen en ga je alles uit het leven halen wat eruit te halen valt? Ja, goeie vraag. Nou Lars, ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Heb je een vervolgvraag, hoor ik het graag van je. Want ik moet een beetje opschieten. Ik probeer altijd kort en bondig te zijn, maar ik zit alweer op 40 minuten. En in principe maakt het niet uit, maar kom op. Nu van een heel andere, hè? Om het even wat luchtiger te houden. Lieve Vincent, wat voor boeken lees jij zo al? Bedankt voor je content, hou alsjeblieft nooit op. Nou, groetjes. Sabrina? Goedje Sabrina. Wat voor boeken lees ik zo? Nou, ik lees heel veel. En dat zit vooral in de spirituele hoek. Of over de planten. Of over psychedelica. Althans, daar weet ik ongeveer nu wel alles wat van. Dus het zit nu vooral in de spirituele hoek. Wat voor boeken lees ik zo? Ik heb laatst deze besteld. De Levende Koran. Daar heb ik me nog niet echt onwijs in verdiept. Dus daar wil ik dan graag meer van weten. Kijk, hindoeïsme, boeddhisme weet ik nu. De Bijbel ken ik wel een beetje. Ik ken andere stromingen wel een beetje. Maar de Koran kende ik toch niet. Dus dat wil ik dan altijd. Ik ben heel benieuwd wat dit mij te vertellen heeft. Maar het zal me niks verbazen als dit ook weer op hetzelfde neerkomt. Is dat alles liefde is en dat creatie liefde is. Dat we alle kinderen zijn. Dat wij allemaal kinderen zijn van creatie en dat wij willen creëren. Althans, wij willen creëren. We creëren constant. Hier. Creatie. Dus dat. Alles is één. Ik denk dat het zomaar weer daarop neergaat. Maar ik vind het altijd wel interessant om me daarin te verdiepen. Welk boek heb ik nog meer? Hier toevallig liggen Plants of the Gods. Weet je, dat gaat over de, nou ja, The Plants of the God, The Sacred Healing and Hallucinogenic Powers van de planten. En dit is meer naslagwerk hoor, maar het is wel heel interessant. De achtergronden en weet ik wat allemaal.
mocht jij geïnteresseerd zijn in meesterplanten of medicijnplanten, dan kan je deze gebruiken om daarover te leren. Dus ik lees vooral boeken om over te leren, om mijn horizon te verbreden en te verdiepen. Dat soort boeken lees ik. Dus Sabrina, en dat vind ik interessant. Maar ja, volg gewoon wat vind ik leuk en ga daarover lezen, weet je wel. Dat is wat ik doe. Misschien heb jij wel hele andere interesses, maar dus, ja, dan moet je niet boeken gaan lezen die ik lees. Want dan loop je de kans, is er een gereden kans dat jij na 3 bladzijden denkt van joh, hier heb ik helemaal geen zin in. Maar goed. En bedankt voor je content. Hou alsjeblieft nooit op. Nee, maar ik merk wel aan mezelf dat ik de laatste tijd een beetje, ik ervaar dat ik bij mezelf zoiets heb, ik heb een pauze nodig. Met het maken van de filmpjes en weet ik veel wat allemaal. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik binnenkort even, en voor hoe lang dat dan is, dat weet ik niet. Maar dat ik even zeg, jongens, het is even mooi geweest. Ook die hele social media gebeuren. Het leidt me af van deze geweldige trip. Plus het feit dat ik er even wil zijn voor mijn gezin. En ik raad jullie dat ook aan. Om gewoon voor jezelf te zijn. Voor je gezin, als je die hebt. En voor elkaar. Maar voorlopig ben ik er nog. Maar ik voel wel dat het waarschijnlijk daaraan zit te komen. Misschien een kleine pauze, nee. Maar dat moet ik lekker weten. En misschien heb ik ook helemaal geen pauze. Dat kan ook. Ah, zijn we aangekomen bij de brief van de week. De brief van de week. Vincent, hoe ga jij om met het feit dat je een BN'er bent? Hoe ga ik om met het feit dat ik een BN'er ben? Nou ja, weet je, wat is een BN'er nog tegenwoordig? Weet je wel? Waar slaat dat nog op? Bekende Nederlander. Nou, weet je, vroeger, toen je nog 4 net op televisie had, net zoals Ron Brandsteder of zo, dat was een bekende Nederlander, weet je wel. Tegenwoordig is alles zo gefragmentariseerd. Sowieso iedereen kijkt alleen naar wat hij of zij leuk vindt op de Instagram en de dinges, weet je wat allemaal. Dus het is allemaal, we zijn zo ver geïndividualiseerd dat eigenlijk, ja, misschien ben je een bekende, kijk, ik ben dan een bekende Nederlander bij de doelgroep van vooral jongens tussen de 14 en de 34. Maar goed, wat is tegenwoordig nog een bekende Nederlander? De televisie, daar kijken alleen nog een dode daktuif en een paar bejaarden naar. Dus ja, wat daarop gebeurt, ja. Ben je dan nog een bekende Nederlander? Ik weet het niet, man, wat een bekende Nederlander is. Volgens mij is het bekende Nederlanderschap is niks meer. Stelt niks meer voor, weet je. Tegenwoordig is iedereen filmpjes aan het maken. En ja, wanneer ben je een bekende Nederlander? Ik kan er niks mee, weet je wel. Soms zeggen mensen, dat vind ik dan wel leuk. Als mensen zeggen, nou, hey Finn, jij bent toch Finn? Ja, leuk man wat je doet en dit en dat. Dat vind ik leuk. En verder, ja, ik kan er niet zoveel mee, man. Ik ben gewoon een kale mogol die af en toe een filmpje maakt. En dat vind ik leuk om te doen. En ja, dus dat. Ik hoop dat ik je ik hoop dat ik je vraag een beetje beantwoord heb. Ik ga heel even zeiken, jongens, want tering Jantje. Tot zo. Zo, daar ben ik weer. Het was wel even nodig, moet ik zeggen, hoor. Het was even nodig. Het is me goed gelukt, hè, om te vertragen. Tering tyfus. Blijf maar ratelen. Maar goed. En dan zijn we bijna aangekomen. We zijn bijna aangekomen bij de winnaar van de prijsvraag. Nee, ik had aan jullie gevraagd, wat als dit je laatste dag is? Hoe ga jij die invullen? Wat ga jij doen? En ik heb echt fucking veel mailtjes van jullie gehad. Echt fucking veel mailtjes. En dat vind ik echt hartstikke leuk. Vind ik gewoon leuk. Moet ik weten. En er zaten, dank daarvoor. Dankjewel. Echt heel leuk. Ik moest natuurlijk die gaan bekijken. En dan kijken wie deze geweldig fantastisch heeft gewonnen. Huh?
Oh, wat ben je toch een mooie, geweldige, fantastisch. Ja. Maar goed, dus dan kom je er al gelijk achter dat heel veel mensen, die hebben dan mijn laatste dag omschreven. En dan heb jij niet goed geluisterd. Weet je, luisteren is ook een vak en dat heb jij dan niet goed gedaan. Ik vond het wel leuk, er zaten hele leuke bij, maar helaas. Die zijn er niet geworden. Dus die zijn afgevallen. Een substantieel aandeel, mogol. Een substantieel aandeel ging ook over jezelf volgieten met bewustzijnsveranderende substanties. Volgieten met bewustzijnsveranderende. Nou, doe ik het weer. Jezelf volgieten met bewustzijnsveranderende substanties. En daar ging behoorlijk aandeel over. Dus ja, die kan ik dan niet uitkiezen als winnaar uit de bus. Sorry man. Ah, kom op met z'n allen. Jammer joh. Er waren er een paar, daar moest ik best wel om lachen. Eentje zou naar een openbare sauna gaan en dan wachten tot de sauna best wel druk bevolkt is. En dan best wel gore ruf laten. Is dat niet, dat is niet onwijs relaxed als je in een sauna zit. En dan zeggen, oh, nou, ik ben er klaar mee. Later, hey, jongens. Dat is niet chill. Het is niet chill. En ik zie dat dan voor me. En hoe die mensen dan. Weet je, dus daar moet ik dan wel een beetje om lachen. Het is niet onwijs dat ik denk van, maar was wel lachen. Maar goed, dus bedankt. Eentje zou naar het huis van zijn stiefzus gaan om een flinke beurt te geven. Prima. Kun je het verrotten. Lekker doen. Hier moest ik ook wel om lachen. Als dit mijn laatste dag op aarde zou zijn, zou ik in de ochtend naar Den Haag reizen. Vervolgens zou ik natuurlijk mijn boostershot nemen, want je wil natuurlijk niet doodgaan aan corona op je laatste dag. Het cynisme droop er vanaf. En hij zou naar het Binnenhof gaan om daar de politici een hart onder de riem te steken, hè, tijdens deze ingewikkelde periode. Want wat hebben die het moeilijk met z'n allen. Hè? Jezelf verloochenen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En hij zou naar mijn cafeetje komen om zich daar vol te proppen. Nou, gezellig. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten, maar nee hoor, je bent altijd welkom. Ja. En dan zijn we nu, het was best wel heel, ik heb echt, het was heel moeilijk. Hè? En ik was ermee bezig en toen kwam mijn dochter uiteindelijk, die zegt, pap, ben je aan het doen? Ik zei, nou, ik ben de winnaar van de prijsvraag aan het uitkiezen. Ze zegt, oh, mag ik meehelpen? Ik zei, natuurlijk, lieve schat. En er waren heel veel mooie mails bij. We hebben heel erg gelachen. En uiteindelijk hebben we deze uitgekozen. En in deze mooie mail komt alles mooi samen en we hebben gelachen en we hebben ook gehuild. Nee, we hebben niet gehuild. We hebben vooral gelachen. Dus ja, ik hou het even spannend. Ik scroll even omhoog. Want dan kan ik hem zo mooi aan jullie voorlezen. Oké, daar gaan we. Drumroll please. De winnaar van de prijsvraag is geworden Skaffa papa. Van harte gefeliciteerd, jongen. Jij wint deze geweldige, fantastisch. Oh, wat mooi. Mail je adres even naar waar jij het mailtje naar hebt gestuurd. En dan zorg ik dat deze rakker jouw kant op gaat komen. Ik weet nog niet wanneer ik hem opstuur, want maar goed, hij komt jouw kant op. En ik heb ook een nieuwe prijsvraag. Prijsvraag, maar daarover later meer. Oké, beste man van licht. Hoewel ik me als vrij man probeer op te stellen, word ik toch vaak beperkt in mijn vrijheden. Niet per se door het systeem dat mij dagelijks van achterneukt, maar vooral door mijzelf. Hoe mooi zou het zijn als ik nog meer scheid kan hebben. Dit zodat ik nog meer geflipte en geniale dingen kan doen waar een doorsnee gebreinneukte consumptieslaaf met zijn hoofd niet bij kan. Hedendaags laat ik mij te veel beperken door de verwachtingen en ongeschreven regels. Dit gaat ten koste van al het moois wat ik wil creëren. Het creëren van een ongemakkelijke situatie bijvoorbeeld bij mensen die waarde aan bezit hechten. In plaats van verbondenheid en liefde.
Op mijn laatste dag zal ik er dan ook alles aan doen om de overheersende energie te bestrijden. Dit omdat ik indirect gedwongen word erin mee te draaien. Om 6 uur sta ik op en na een uitgebreid ontbijt rijd ik naar de grote M. Niet omdat ik honger heb, maar omdat ik mijn blije maaltijd direct na ontvangst bij de misleidende rotzakken tegen het raam gooi. Ik zal het zelf opruimen. Die 15-jarige werknemer kan er tenslotte ook niks aan doen. Zinloze actie zou je denken. Echter heb ik mezelf de vrijheid geschonken waar ik alle dagen daarvoor zo naar hunkerde. Daarna ga ik voor de grap schijten op een bank in de trein. Ik zal dit zeker niet opruimen, dat is goor, maar wel grappig. Wat zouden de mensen dan niet denken? Alsof er niks gebeurt, loop ik de trein uit en de zwerf op het perron schenk ik al mijn bezittingen. Hoewel ik hem liever iets met waarde geef in plaats van geld en spullen, denk ik dat ik hem daarmee kan helpen. Ik schreeuw dat ik een vrij mens ben met 1 of 2 losse draadjes. Het plein kijkt me aan. Nu is het tijd om de nodige geestverruimers contact te maken met de echte wereld. Ik zal mijn laatste dankwoord uitspreken voor de mooie reis die ik heb gehad. En ik laat al mijn wijsheid en theorieën achter in de hoop dat de liefdevolle waarheid zal zegevieren als ik verder reis. Van het moment zelf zal ik enorm genieten dat ik me ooit bewust kon worden van de God die ik ben. Is meer dan bezittingen waar de meesten zo naar verlangen. Pure liefde zal me omarmen tijdens mijn laatste snak naar adem. Ik zal vertrekken in vrede. Ja, haaien. En dank voor de kwaliteit content, Vin, waren mijn laatste woorden. Dus jongen, gefeliciteerd. Ik vond het een leuke mail en ik hoop dat de rest er ook zo van heeft genoten. Brengt mij nu bij de volgende... Nee! Sorry. Heel veel van jullie wilden ook weten wat wat ik zou doen op mijn laatste dag op aarde. En ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Jullie hebben zo je best gedaan. En dan zal ik zeggen, Vin... Dat zal ik mijn. Dat kan natuurlijk niet. Nou, zoals ik er nu in sta, zoals de dag van vandaag. Hè, zoals ik nu, zover als deze transformatie mij heeft gebracht. Ja, ik zou niet heel veel anders doen dan ik nu al doe. Ik zou me zeker niet volgieten met bewustzijnsveranderende middelen. Want ja, dat doe je in ceremonie. Dat is werk. En aan het einde van mijn leven heb ik al mijn werk, wat dat dan gaat, wel gedaan. Als ik geen kinderen en vrouw zou hebben, weet ik niet of ik dat had gedaan. Had gekund. Maar dat was meer gewoon voor mijn lol geweest. Maar het is ook... wil ik jullie trouwens nog even op wijzen. De dood is best wel een thema de laatste tijd. En hoe wij daar in het Westen mee omgaan, dat is best wel heel erg bijzonder, laten we het zo maar zeggen. Ik ga er geen etiket op plakken, goed of slecht. Maar ik vraag me terdege af of dat de manier is waarop wij met de dood om moeten gaan. Nu, jullie vroegen, sorry. Welke boeken ik ook lees. Ik heb me afgelopen jaar door omstandigheden verdiept in het Tibetaanse boek van leven en sterven. Of althans meer verdiept in het Tibetaanse boek van leven en sterven. En dat vond ik, dat heeft mij wel, enige luiken opengezet. Dus dat boek kan ik ook aanraden. Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Oké, dan kom ik nu weer terug. Maar volgens die lijn, volgens die traditie, is het zaak om de aarde te verlaten in liefde. Als je kan volledig overgeven aan de liefde, aan creatie, aan de superziel, dan zal je daar ook naar terugkeren. Sterf jij in angst, dan reïncarneer je in angst. Daar komt het ongeveer een beetje op neer. Dus als jij je de aarde gaat verlaten in een toestand van helemaal fuck up, waarschijnlijk zal het leven waarin jij incarneert in teken staan van een toestand van fucked upheid, wat je bewustzijn betreft. Dus ik zou in compleet nuchtere toestand, of althans in redelijk nuchtere toestand, zou ik wel de aarde gaan verlaten, wat dat dan gaat. Mijn laatste dag hier op aarde. Ja, ik zou niet heel veel anders doen dan dat ik nu al doe. Ik zou een laatste filmpje voor jullie maken. Waarin ik iedereen bedankt voor het lachen. En voor alles. Dat ik jullie even gedag zeg. Ik zou een lekker ontbijtje nemen. Een lekker ontbijtje. Ik zou mijn kinderen helemaal kapot knuffelen.
ik zou heel veel tijd doorbrengen met mijn, ja, eigenlijk alles, alle tijd die ik nog heb doorbrengen met mijn kinderen en mijn vrouw. Ik zou een mooie wandeling maken door Klingendaal. En misschien nog over het strand ook. Scheveningen, waar ik vandaan kom. Den Haag, parkje Klingendaal is wel mijn favoriete park. Een heel mooi park. Maar misschien alle bossen en parken waar ik vroeger was, zou ik nog even doorwandelen. Maar goed, je hebt maar beperkte tijd, dus welke keuze ga je maken? Ik zou in de avond mijn lievelingsmaaltijdje eten. En nog een hele mooie fles wijn opdrinken met mijn vriendin. En ja, dat is het dan waarschijnlijk wel, weet je wel. Ik hoop dat ik, als ik op dat punt kom, dat ik alles wat ik heb wilde ervaren, dat ik dat ervaren heb. En ik moet al heel eerlijk zeggen, ik heb al redelijk wat ervaren. Dus, maar goed, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Ik zou met alle respect naar het leven afscheid nemen van het leven. Van deze wonderlijke reis die wij leven noemen. Huh. Maar goed. De reden dat ik jullie vroeg, hè, ik kreeg heel veel mooie, maar wat weer heel veel mensen die, ja, als dan zou ik dit doen. Maar wat weerhoud je ervan om dat vandaag te doen? Wat, dat is misschien wel essentieel in dit verhaal, wat weerhoud je ervan om te leven alsof het jouw laatste dag is? Ga dat eens bij jezelf na. Hè? Wat weerhoud jou daarvan? Om zo te leven. Want ik heb de mooiste dingen gelezen. En er zijn ook hele mooie uitkomsten wat dat aan gaat. Als je zo gaat leven, natuurlijk niet jezelf volpompen en de tram onderscheiden. Dat zou ik weer net niet doen. Maar ja, waarom leef je niet alsof het je laatste dag is? Want elke seconde kan je laatste zijn. Weet je wel, daar is iedereen het toch wel over eens. Hè? Ja, en dat je niet dat je daar bang voor moet zijn, maar ik denk dat je het leven geen grotere eer aan kan doen door te leven alsof het je laatste dag is. Maar dan natuurlijk wel bewust en met respect naar de ander, respect naar de aarde, respect naar het leven. Sorry, ik gedraag me als een Mogol naar wat ik net, maar goed, dat moet ik weten. Oké, brengt mij bij de volgende prijsvraag. Want mijn dochter die kwam natuurlijk binnenlopen terwijl ik bezig was. Oh, ik verklap hem al een beetje. Met die hoodie, met die sweater. En toen zei ze, pap, wat heb je ook een volgende prijsvraag? Ik zei, nee, ik heb niet echt een volgende prijsvraag. Ik wil wel een standaard in dit verhaal, een Vincent's vraag. Want ik vind het wel heel leuk om al die antwoorden van jullie te lezen. Vincent's vraagje doen. Ze zei, nou, weet je wat, vind ik ook, maak je er, pap, dan maak je er toch ook een prijsvraag van. Dan ga ik een mooi schilderijtje maken. Hè, voor de mensen om te winnen. Dus, lieve mensen, deze is eigenlijk nog, nou eigenlijk, deze is 10.000 keer veel meer bijzonderder dan deze. Want deze, die kan je binnenkort bestellen. Maar deze, dit is echt one of a kind, only one in existence. Ja, deze ook hoor, het is een misdruk, maar en ook nog eens gemaakt door mijn oudste dochter. Dus de volgende prijsvraag. Kan je deze winnen? Shaggy, op canvas. Handtekeningetje erbij van mijn dochter. En wat moeten jullie daarvoor doen? Wat mogen jullie daarvoor doen? Want ook dat is een keuze. Wat mogen jullie daarvoor doen? Ik heb natuurlijk weer een vraag voor jullie. Kijk, we weten allemaal heel goed te vertellen wat er allemaal zo kut is aan het leven. Wat er allemaal niet klopt. Maar ga daar eens aan voorbij. Weet je, geef dat geen energie. Maar geef eens energie aan wat je wel wil manifesteren. Hoe wil jij dat de aarde, het leven, de samenleving eruit ziet? Hè? Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Hoe ziet jouw utopia eruit? Ik wil van jullie weten, in wat voor wereld wil jij leven? Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? En visualiseer hem en beschrijf hem zo gedetailleerd mogelijk. En stuur hem op naar je moeder43@hotmail.com.
Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? En natuurlijk heb jij vragen voor mij aangaande dit hele verhaal wat ik zojuist heb aflopen besteken. Schroom niet en mail je vragen naar jemoeder43@hotmail.com. En dan ben ik de volgende keer er weer voor jullie om al die prachtige vragen, al die mooie vragen te beantwoorden. Nou jongens, we zitten alweer op een behoorlijke... Zo. Dat is bijna niet. Hè? Dat is bijna... Ongelooflijk. Ik zie geen... Fantastisch. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het lachen. Ik hoop dat ik jullie van dienst heb kunnen zijn. En we zien elkaar bij de volgende vragenvakantie. Hallo.